Maar als ik uw beeld van de samenleving alleen al in zo'n negatieve stelling weer ziet. Het is het Wilhelmus zingen, het is dienstplicht, het is het paspoort. U slaat er zelfs helemaal in door. Gisteren was het Eva Jinek die de paspoort moet inleveren. Vandaag is het koningin Maxima. Ja, er radicaliseert veel in Nederland. Maar de laatste dagen is dat vooral Buma. Doe maar gek. Nee, dat doet u. Maar het gaat om de echte veiligheid van heel veel Nederlanders. Heeft u al een telefoontje gekregen van het paleis? En ja, ik wil inderdaad dat in Nederland de regel wordt dat we gewoon één nationaliteit hebben. Staat ook in onze wet. Ja, ik wil inderdaad dat de veiligheid toeneemt. Ja, ik wil dat mensen die zich niet aan de Nederlandse normen en waarden houden en er in strijd mee zijn, gewoon uit Nederland kunnen worden uitgezet. Want, waarom wil ik dat? Omdat veiligheid voor heel veel mensen heel veel waard is. Klopt. En die veiligheid, die koop je niet met alleen maar geld. Ik kom erop terug, die koop je ook door mensen bevoegdheden te geven.